jamstar. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstar. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstar. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstar. Jams, ze zitten naast me. De trainer van Michael Boapea, Mike Polanen en Timebomb, Mr. Timebomb himself. Goed om jou te zien. Goed ook om jou te zien. Goed om jou te zien. Goed om je weer te zien. Ja, man. Ja. Ik heb een abonnement hier volgens mij. Maar altijd leuk, altijd leuk. Dus hoe is die met jullie, guys? Ja, spannend hè. Spannend, we zijn druk bezig. We gaan richting Fight Week straks. Dus het harde werk zit erop. De laatste dagen. Ja. 9 dagen nog. Ja, zorgen dat iedereen gezond blijft ook, hè. Wat heel lastig is in deze tijd met alle griep die heerst. En dus daar hou je je hart ook voor vast. Maar druk bezig met de laatste paar dagen. Je hebt natuurlijk Tarik de Tank Gebebes. Ja. Die gaat hopelijk de titel veroveren versus Donnicky Abena. Vanuit jullie perspectief. Ja, ik ga. En je hebt natuurlijk Donovan Wisse. Die het moet opnemen tegen jouw pupil, Michael Boapea. In die laatste dagen is het spanning. Ben je het gewend? Nou, ik denk niet dat dit iets is waar je aan gewend raakt. Die spanning, dat, als ik het kon beschrijven aan je, als ik het aan iemand kon laten voelen. Ja, is onbeschrijfelijk. Ja? Ja, ik denk dat iedere trainer misschien het anders beleeft. Maar ik zweet, ik bloed samen met mijn jongens. Ja. Weet je? Dus ik zit niet aan de zijkant te schreeuwen of wat dan ook. Ik doe echt met ze mee. Dus ik voel echt alles wat hun voelen en dan leef je heel intens mee naar zo'n moment. Dus ik kan het bijna niet beschrijven, joh. Dat is echt... Jij staat ook in de ring. Nou ja, ik denk dat de mensen die in de ring staan het niet zo meemaken zoals jij dat meemaakt natuurlijk. Weet je maakt het heel anders mee, maar ja, je vecht ook mee. Weet je, en tegelijkertijd moet je je hoofd koel houden om de jongens de juiste aanwijzingen proberen mee te geven. Maar dat is het ook, hè? Een goede coach die probeert zijn hoofd koel te houden in de hitte van de strijd. Jij moet beslissingen nemen, jij moet ze adviseren tussen de rondes in. Je moet scherp blijven. Ja. Jij zei in een interview een hele lange tijd geleden, vond ik een mooie quote die heb ik onthouden. Jij zei als trainer ben je vader, broer en psycholoog. Ja, zeker. Zeker. Zeker in dit soort voorbereidingen. Dan ben je de hele dag met elkaar. Je traint 2 keer op een dag. 6 dagen in de week. Hebben ze een probleempje thuis? Zijn ze... Ja, whatever. Komen ze bij jou uit. Dus je bent echt alles tegelijk. Je merkt ook na zo'n voorbereiding, na zo'n wedstrijd, dat je echt leeg bent ook. En dat je ook echt moet opladen. Weet je? Dus althans ik. Weet je? En maar dat ben je ook, man. Omdat je heel je ziel en zaligheid erin stopt. Alles. Ik kan het niet half doen. Ik geloof heilig dat dit een vak is wat je niet half kan doen. Aha. Als mijn band met mijn vechters niet goed is, zeg ik ze ook van, joh, ik denk niet dat dit gaat werken, man. Ik denk dat je beter een andere sportschool moet gaan zoeken. Weet je, zo zit ik in elkaar. Jij moet die chemistry voelen. Ja, anders heeft het voor mij geen zin, man. Anders heeft het echt geen zin. Weet je, dus...
Je hebt natuurlijk die spanning. Jij staat ook in de ring, zeg je heel mooi. Je geeft je ziel en zaligheid. Is dat nu niet, omdat je twee vechters hebt die dus ook allebei een title bout hebben, dat die spanning verdubbeld is bij jou? Ik weet niet als het verdubbeld is, want voor ons, wij benaderen ieder gevecht als een title bout. Dus ik weet niet als het verdubbeld is. Het is wel intens, het is wel uniek. Voor zover ik me kan herinneren, heeft geen één sportschool binnen Glory twee titels op een dag gehad en überhaupt binnengehaald. Dus ook hier kunnen wij volgende week zaterdag kunnen we een stukje geschiedenis schrijven. Dus dat brengt ook een stukje extra druk, motivatie. Ja, brengt het met zich mee. Dus dat zou heel mooi zijn om uit Den Haag, sportschool uit Den Haag, die dat voor het eerst gaat doen. Ja, is een unieke prestatie, hè, waar de coach Mike Polanen het over heeft. Namelijk nog nooit eerder zijn er twee title bouts op hetzelfde event van dezelfde sportschool uitgekomen. Dus je kan inderdaad een unieke prestatie schrijven. Ja, absoluut, absoluut. En daar gaan we ook voor, weet je. Daar gaan we voor. En dat maakt het eigenlijk zo speciaal, zo beladen. Maar verder is iedere wedstrijd die wij de ring ingaan, benaderen we gewoon als een title bout. Een goede trainer, een goede coach, die prikkelt zijn vechters, die weet ze ook te raken. Ja. Hoe raak jij Michael Boapea? Nou, die is heel prikkelbaar. Maar hoef je niet veel voor te doen bij hem. Hij is nog jong, hè? Pas 23 geworden, hij is nog jong. Koppig, maar dat hoort bij de leeftijd. Hij is qua ervaring, ik heb het al in eerdere interviews gezet, vergeleken bij zijn collega's binnen Glory. Dit wordt zijn 7e, 8e partij pas. 8e. 8e A-partij pas. Dus hij compenseert heel veel met talent, met hongerigheid. Dus soms denkt hij dat hij er al is. Maar goed, het is mijn taak om dat proces goed te begeleiden, zeg maar. Dus, een hele mooie quote van jou. Jij zei in een interview: Michael Boapea heeft een missie toen hij hier binnenkwam. Zijn doel is voor zijn familie te zorgen. Ja, en dat is net wat ik al aangaf, hè? Die hongerigheid. Ja. Iemand die honger is, die honger heeft, die echt alles ervoor over heeft om zijn doelen te behalen. Ik zei het ook al eerder, wat we doen is niet nep, dit is gewoon echt. Weet je, het is gewoon echt en dit is echt wat hij meemaakt. En dat zie je in iedere training die hij stopt, in alles wat hij doet. Ik gaf al aan, hij gaat niet uit, hij is echt gefocust. Als hij een training al mist, nou lijkt het alsof hij kapot gaat, weet je. Dus hij is echt doelbewust en iemand die zo doelbewust is, zo hongerig is, ja, dat is heel moeilijk om van te gaan winnen. En als je erachter komt dat hij in een club hangt, hoe reageer jij dan? Nou, dan gun ik hem ook wel. Ja. Nee, dan gun ik geen hem ook wel. Geen dictatuur. Nee, af en toe. Ja. Dus, nee joh, maar ja. De doelen zijn gesteld en hij gaat. Voordat ik over zijn pluspunten ga praten, Donovan Wisse is een tegenstander om rekening mee te houden. Een ware kampioen, absoluut. Een ware kampioen. Ja. Wat maakt hem in jouw ogen zo goed? Donovan, ik vind hem heel goed kijken. Ik vind hem heel technisch. Ja, weet je, hij is compleet. Hij is compleet, maar dat gezegd hebbende, weet je, hij is in alles een beetje goed. Maar in mijn ogen is er niet iets waarin hij echt 100% uitblinkt. Het is een complete vechter. En nogmaals wat ik zei, een ware kampioen. Maar weet je, dat gezegd hebbende, goed kijken, technisch top. Ja. Je omschrijft het heel mooi. Jij zegt eigenlijk scoort hij overal wel een dikke voldoende, maar hij heeft niet echt een uitschieter als trademark. Nee, dat vind ik van niet. Dat vind ik van niet. En dus volgende week zaterdag gaan we het zien als ik gelijk heb gehad. Bestudeer je samen met Michael de beelden? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Aantekeningen erbij, gameplan? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Je zou gek zijn om dat niet te doen. Hè. Dus, en dat moet ook als trainer.
Dat moet ook als trainer. Dus iedere partij nemen we serieus. Iedere partij analyseren we weer. En we gaan wel iedere keer uit van onze eigen kracht. Mooi. Weet je? Dus dat is voor ons wel heel belangrijk. We focussen niet op wat hij zo goed kan en wat hij zo geweldig kan. We gaan uit van wat wij goed kunnen. En dat proberen verder uit te bouwen. Wanneer is de missie voor jou geslaagd? Is dat alleen bij een winst? Nou ja, kijk, mijn visie binnen de sportschool, dat weten ze. We trainen kei en keihard. Ik zeg ook tegen die jongens, ik geloof niet dat de tegenpartij zo hard traint zoals wij trainen. De manier, kijk, winnen is belangrijk, maar de manier hoe wij winnen vind ik nog belangrijker. Ja. Ik vind dat wij in een business zitten waar je ook entertainment moet leveren. Ik hou niet van punten tikken, dat zit niet in mijn systeem. Dus aan al mijn vechters zal je zien wie er ook de ring benadert in binnen Glory. Ze zullen altijd strijden, het is altijd attractief. Dus de manier hoe we winnen vind ik nog belangrijker. Dat is een heel goed punt, hè, wat je nu aangeeft, want dat is namelijk waarom mensen een kaartje kopen. Absoluut. Absoluut, absoluut. Maar dat is ook de marktwaarde van je vechters. Dat geeft ook aan als mijn vechters attractief vechten en dat mensen daarvoor een kaartje kopen, dat wanneer de onderhandelingen daar zijn met Glory, dat je ook andere bedragen kan eisen dan andere eisen. Ja. Zo simpel werkt het. Zo simpel is het. Jullie doen het uiteindelijk voor het publiek. Het is naast de hurt ook de entertainment absoluut, business. Absoluut. En mensen willen natuurlijk op het randje van de stoel zitten als een vechter de en ring betreft. Dat is bij onze partijen altijd. Winnen of verliezen, het is altijd attractief. Altijd. Die komt aan. Voordat ik het vergeet, wat is het geheim van de dubbele espresso met tonic? Nou, ik moet je zeggen, ik heb het van een Poolse kennis heb ik het geleerd. We zaten bij mijn favoriete tent, Oma Toos. En hij bestelde dat. Ik zeg, wat smerig, joh. Hij zegt, proef. En het is even wennen, maar na een paar keer drinken voel je dat je meteen... Het is echt een, hoe zeg je dat, een natuurlijke boost wat je krijgt. Zo'n pre-workout eigenlijk. Het is een aanrader. Het is een aanrader. Maar niet het is even. Niet voor mij. Maar het is wennen. Hè? Het is net als wijn drinken. Hè, mensen starten met zoete witte wijn. En naarmate je daarin. Dan ga je naar de rode. Ga je het leren waarderen. Ga je het leren waarderen. Ja, ga je het leren drinken. Absoluut. Absoluut. Ik ga het proberen en ja. Ik zal jou een filmpje sturen. Ja. Helemaal goed. Ik ben een espresso drinken. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Voordat hij weggaat, want Mike Polan is een druk bezette man. Mm. Jij gaat hem nooit verlaten. Nee, dat sowieso niet. Maar wat maakt hem dan zo uniek? Waarom zit je bij hem? Je kan overal trainen. Ja, dat sowieso. Maar ik denk gewoon die band die we hebben. Weet je, ik zeg vaak eens haat, liefde, relatie. Maar je ziet wel echt dat hij met je is. Haat, liefde betekent dat hij jou soms plaagt ook. Iets verder irriteert, iets verder dan dat, weet je toch? Maar hij is wel echt met jou, ja. Weet je toch? Hij steekt zoveel tijd, terwijl hij zelf ook echt druk is. Hij doet bijna alles zelf hier ook in de sportschool. Maar je ziet gewoon van, hij is echt met jou, snap je? Hij, kan het verder niet zo goed eigenlijk beschrijven, maar je ziet gewoon van, je voelt gewoon wanneer iemand echt met je is. Hij heeft er gewoon letterlijk alles voor over om, ja, jou de winst te geven. Jou te helpen om de winst mee naar huis mee te nemen. Dus ja, dat voel je gewoon. En, ja man, het is gewoon dat, puur. Dat maakt hem, hij is puur, hè? Ja, dat is gewoon puur, ja. Ja. Hij zei ook in een interview, zei hij, ja, ik denk wel dat Michael Boapea er ready voor is. Ja, zeker. Die vraag krijgen wij ook vaak. Ja. Is Michael Boapea ready? Ja, ik ben meer als ready. Snap je? Kijk, ik begrijp dat vele mensen mij onderschatten en ze kijken naar papier, 8A-partijen. Het is misschien op papier is het bijna onmogelijk dat ik zou kunnen winnen. Maar er zijn maar weinig mensen die weten wat ik echt kan, wat in mij zit. Weet je, dus er zijn maar weinig die zeggen van, ja man, hij is ready, hij kan dit. En dat is mijn trainer, dat ben ik zelf en er zijn nog een aantal mensen. Dus wat de buitenwereld zeg maar denkt en zegt, interesseert mij niet, want ze kennen mij niet. Net als hoe ik mezelf ken en net als hoe mijn trainer mij kent, snap je? Dus ik ben meer dan als ready. Zijn mentaliteit is ook een van zijn sterkste wapens, hè? Ik denk de sterkste, denk ik zelf.
Ja, ja. Absoluut. Ja. Maar ja, dat heeft hij gewoon mee. Maar dat zeg ik, dat komt door heel erg bewust zijn van wat je wilt. En er alles voor laten. Weet je? En ja. En hij is natuurlijk gevormd door zijn verleden, het verhaal van zijn vader. Die de nachtelijke uurtjes moest overwerken om brood op de tafel te brengen. Ja. Eddie is natuurlijk iets wat jou heel erg dwars zit. Ik zag laatst bij de Videoland documentaire dat je nog altijd zijn graf bezoekt. Ja, en jij zei, en dat heb ik onthouden in een interview, zei jij... In deze sport mag je geen medelijden hebben met elkaar. Ja. Als je mentaal niet sterk bent, heb je hier niks te zoeken. Ja, klopt. Klopt. Dat is echt zo. Ik denk niet dat je de top kan behalen. Of tenminste... kan blijven aan de top als je mentaal niet sterk bent. Je gaat jezelf altijd tegenkomen. Vooral als je 5 rondes moet vechten. En als je dan denkt, poeh, ik ben moe, weet je, ik ga een stapje achteruit doen of ik ga wat rustiger aandoen, dan ga je verliezen. Dus juist op het moment dat je moe bent, moet je juist denken, fuck jou, vriend, doorgaan. Dus mentaal is sowieso het belangrijkste. Hele mooie documentaire, onlangs uitgekomen op Videoland, aflevering 1. Kampioenen in de maak heet het, volgens mij. Ja, klopt. Ja. Hele interessante documentaire, leuk om te zien. Jouw vader kwam ook even langs, mooi om hem ook te zien. Ja. En een paar vrienden van jou, ja, die je hebt een sterk sociaal netwerk, hè? Ja, zeker. Ik heb echt mensen die echt achter me staan, dag 1. En ja, die zitten gewoon in mijn hart. Ja. Ja. In die docu zag ik ook dat je aan zwemtrainingen doet. Met je coach. Ja. Hoe ervaar je dat? Ja. Ben je een waterrat? Nee. Ik kan echt niet goed zwemmen, dus dat maakt het nog moeilijker. Maar ja, zoals ik net al zei, je moet mentaal sterk zijn. Ja, ik denk al na 2 baantjes dacht ik al van, ik wil echt stoppen. Maar dat is ook iets wat je gaat tegenkomen in de ring. Na 3 rondes denk je ook van, oké, ik heb het nu wel gehad. Maar ja, dan moet je doorgaan. Dus ja. Ja, nee, dat zijn echt mooie beelden om te zien. Jij noemde je coach Chubby, terwijl hij zoiets aangaf van, nou, ik zie jou nog wel op je 50ste met zo'n volgende keer rondlopen. Dat was heel vermakelijk. Ik zei net al voor de camera's aangingen, je was er al bij Collision 4. Ja, ja. Niks en is bij. Laten we het over Brown hebben. Tupac zei ooit dat wraak nemen, een van de zoetste smaken met zich meeneemt. Mm-hmm. En je hebt wraak kunnen nemen op Brown. Ja. Hoe voelde dat voor jou? Een opluchting ook. Want ja, ik heb het zo vaak al gezegd. Ik wist dat ik niet mezelf was in die eerste partij. Maar toch onbewust, als je die rematch hebt, denk je toch van, hé, maar dadelijk wint hij weer. Het zit in je achterhoofd. Ergens. Toch, onbewust. Ja. Hoe mentaal sterk je ook bent, denk je, hey, dadelijk wint hij weer. En wat dan? Snap je, dadelijk, you got your number gewoon. Snap je, soms heb je sommige gevechters die winnen van iedereen, maar er is altijd 1 iemand waar ze van verliezen. Maakt niet uit van wie ze winnen. Wow. Snap je, dus ik dacht van, nee man, dadelijk overkomt mij dit weer. Maar ja, zoals ik al zei, is gewoon iets, ja, ik weet gewoon van mezelf wat ik in me heb. En ik dacht gewoon van, nee, hij gaat het niet van me kunnen afpakken. Dus voor mijzelf, ik onderschatte hem niet, maar ik wist van, ja man, deze ga ik gewoon pakken. Ik ben nu gewoon 100%. Dus nee man, hij gaat het niet van me afpakken. En ik heb het ook gewoon laten zien, 3 rondes lang, dat ik gewoon beter als hem ben. Voelde het ook goed? Is misschien een beetje een cliché vraag, maar ja, ik ben tevreden met het resultaat? Ja, tevreden. Ik ben blij met de winst, laat me dat zo zeggen. Maar ja, tevreden. Ik ben nooit, denk ik, echt tevreden. Ik zie altijd wel dingen waar ik dacht van, dit had ik beter kunnen doen, dat had ik beter kunnen doen. Dus tuurlijk ben je gewoon dankbaar dat je hebt gewonnen. Maar of je helemaal tevreden bent, tenminste bij mij, ik denk ik nooit. Dat is de perfectionist in jou. Ja, denk ik, ja. Als jij terugblikt, heb jij voldoening uit die laatste pot van hem versus Brown? Ik ben altijd kritisch, dus dat voorop gezegd heb ik voldoening. Hij heeft gewonnen. De manier hoe hij de eerste ronde vocht is waar we naartoe willen. Maar het is een proces. Dus ja, heb ik voldoening. Ja, 50%. Kijk, hij moet nog veel leren. Dat is het. Zijn honger, zijn wil, zijn mentale gesteldheid, dat geeft hem die drang om steeds verder te gaan. Maar hij moet uren maken. Mike moet nog echt uren maken. En tegen Brown zag ik al een vooruitgang waar we naartoe wilden. En dus daar was ik echt heel blij mee.
Jij zag de progressie. Ja. En daar was ik blij mee. En weet je, als je teruggaat ook naar de eerste partij, hij was niet zichzelf, weet je. Ik zoek nooit naar smoesjes, maar op dat moment is het heel erg zuur. Achteraf moet ik zeggen, ja, ben ik er blij mee. Van je winstpartijen leer je niet zoveel. Maar op dat moment toen hij verloor, toen hij dacht dat zijn wereld verging, ja, dan zie je toch dat er iets gebeurt bij iemand. Trainingsintensiteit is anders, je gaat over dingen anders nadenken. Er treedt toch een verandering. En ik denk dat je echt op je bek moet gaan om 2-3 stappen vooruit te kunnen maken. En iedere kampioen is 1 of 2 keer of meerdere keren op zijn bek gegaan. Ja, ik ben zo blij dat je het zegt. Je moet eerst vallen, man. En het is goed dat hij daar is gevallen en niet later in het proces. Ja. Weet je, dus alles gebeurt met een reden in het leven. Daar geloof ik heilig in. En dat is toen gebeurd. En vanaf dat moment zijn we ook echt stappen gaan maken, zijn we gaan ontwikkelen. Wat ik al zei, hij was toen 22, 21, pas 22 geworden. Je bent jong, je bent koppig, je denkt dat je de wereld aan kan, je denkt dat je alles weet. Dus dan moet je echt op je bek gaan. Weet je, want ik kan het wel tegen je zeggen, maar pas als je op je bek bent gegaan, dan kan je gaan ervaren, oh ja, dat is wat mijn coach bedoelde, dat is wat hij. En dan zie je dat er stappen gemaakt worden. Ja. Blij dat je het zegt, je hoort het nu van een ervaren coach, dat verliezen is eigenlijk helemaal niet zo erg als je er maar lering uit haalt. Het is vaak lesgeld wat je betaalt. Op dat moment is het heel erg, hè? Ja, absoluut, weet je. Maar er volwassen mee omgaan, lering uittrekken, ja, weet je, dat is het allerbelangrijkste, man. Ze zeggen, onder druk ontstaan diamanten. Ja. Hoe gaat hij om met de druk? Want dit is natuurlijk Collision 6, alle lichten erop, tegen een ongenaakbare tegenstander. Ja. Iedereen wil wat van Michael. Ja, klopt. Ja, hoe gaat hij met de druk om? Weet je, tot nu toe heeft hij het iedere keer gedaan. Zijn afgelopen partij was ook zo'n partij tegen Bayrak. Toen gaf niemand hem ook een kans, vond men, ja, kan niet joh, Bayrak is te ervaren. Hele verhalen wat de buitenwereld vond en de kenners vonden. Weet je, wat heeft hij met Bayrak gedaan? Unaniem. Jij noemt nu Bayrak. Dat is een mooi uitgangspunt. Want ik weet, ik ging even zoeken naar de CV, de fight record van Bayrak Donovan Wisse. Bayrak heeft gewonnen van Wisse. 2018, vanaf 2018 heeft Donovan Wisse niet meer verloren. Klopt. Maar toen hij verloor, in 2018 was van Bayrak. Jij hebt daarvan, uit mijn hoofd, Glory 84. Was de vorige partij toch? Twee Glory partijen terug. Okay, van mijzelf dan. Jij won toen van Bayrak. Ja. Zoek ik daar te veel achter of zegt dat iets? Nou ja, zoek je daar. Ik geloof wel, hè. Ik ben... Ja, je moet... Dus ja. Weet je, ik geloof wel. Dus alles staat al geschreven, zeg ik. En dit had misschien zo moeten lopen. Dus ja, we gaan het meemaken. Ja. Maar weet je, om op je vraag, weet je, met druk omgaan. Ja, dat was ook zo'n partij. En hij geniet iedere keer van zijn partijen, joh. Ja. Hij geniet iedere keer in de kleedkamer ook. En, hij is ervoor gemaakt. Ja, weet je, hij gaat ervoor. Ja. Hij neemt die spanning niet mee, hij neemt die druk niet mee. Als de bel gaat, dan staat hij er. En dan gaan we ervoor. Ja, en mooi. Dan gaan we ervoor. Weet kan je? Er alleen dus, maar van genieten, ja. Goed dat jullie er nog zijn. We zijn nog altijd bij Tik Tik Boom, Mr. Timebomb, Michael Boapea. Wat ik jou wil vragen, ik zag jou laatst in een staredown. Het was iets verder dan alleen een staredown. En toen zag jij Donovan Wisse, keek je recht aan in de ogen. Wat zag jij in zijn pupillen? Niet veel. We keken gewoon elkaar aan en het was even gewoon... We gaan gewoon even lekker babbelen gewoon met elkaar. Het was wel fired up. Jawel, tuurlijk. Ik zag een paar aantal dingen wat hij zei over mij, weet je. En ik wou hem graag daar gewoon mee confronteren van, oké,
Is dit echt zo? Is dit echt zo? Snap je? Ja. Dus het was een oké gesprek voor mij dan. Ja. Jullie waren allebei heel confident. Ja, ja, zeker, zeker. En er werden rake dingen gezegd. Ja, 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 ja. Hoort erbij, hoort erbij, hoort erbij. Ja, man. Ja, jij bent... Ik sta mijn mannetje gewoon, ja. Weet je. Dus, ja. En hij is zo te zien ook, dus ja, hoort ja. erbij. Maar geniet je er ook van? Ik geniet er echt van. Ik geniet ja. er wel echt van. Ik zei het al, ik heb het al een keer eerder gezegd. Ik leef soort van mijn droom. Weet je, ja. Een jaar geleden was heel anders nog voor mij, weet je. Ik was aan het werken, rennen naar training. Dan weer snel naar huis, want je weet dat je weer super vroeg op moet. Weet je, dus toen al tijdens het werken dacht ik al van zo. Ik hoop dat ik later echt als een prof kan leven, weet je. Dat ik gewoon alleen maar kan focussen op mijn sport. Weet je, nog meer tijd kan maken voor mijn sport, meer erin kan investeren en dat ik het werken kan laten. En nu, ja. You're living the dream. Ik leef het gewoon, snap je? Dus ik geniet er echt van, ja. Die droom werd trouwens bijna een nachtmerrie. Dan heb ik het over Glory 89, Burgas, Bulgarije. Ja. Zou jij vechten tegen Donovan Wisse? Klopt. Die kreeg te maken met een virus. Mm-hmm. Zag jij toen op dat moment de wedstrijd door je vingers heen glippen? Eerst wat er door me heen ging, dacht ik gewoon van shit, man. Maar ik bleef wel positief. Eerlijk is eerlijk, ik bleef wel positief. Ik wou mezelf niet te boos maken of te ja, verder op zijn, weet je. Ik dacht van oké, weet je, jammer. Ik was al in training, ben ik sowieso altijd. Laat me gewoon in training blijven en ik hoor wel wanneer het komt. Weet je, ik geloof erin, weet je, wat voor jou is, is van jou. Snap je? Dus ook al gaf ze me een andere tegenstander, ik zou die gewoon pakken. En vroeg of laat zou die title shot toch komen. Dus ik bleef gewoon positief, eerlijk gezegd, daarin. Ook een champ, een ja. mindset van een champ. Ja, in deze sport van tot na de weging kan ja. er nog iets gebeuren, wie tijdens weet, de walkout zelfs. Van tevoren zegt hij weer dat hij ziek is of dat er weer iets met hem aan de hand is, weet je. Dus ja, gewoon positief blijven. Het gaat me niet helpen om boos te worden of wat dan ook. Ik blijf gewoon trainen, ik blijf gewoon gefocust. En wat van jou is, is van jou, weet je. En ik geloof dat het van mij is, dus vroeg of laat zou het komen. En het is nu weer gekomen, weet je. Dus, Zijn laatste partij van Donovan Wisse, dat was volgens mij Collision 5 versus Serkan. Klopt, ja. Die andere Hagenees. Ja, klopt. Ja. Hij heeft wel een paar Hagenezen even te grazen genomen. Wat vond je van die pot? Ja, ik geloofde wel dat Donovan zou winnen. Als het op punten uitkwam. Ik observeerde hun toch al beide. Dus ja, ik wist wel als het op punten uitkwam dat Donovan zou winnen. Of het op zo'n manier zou gaan, had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Maar ja, wat ik van de partij vond, ja, terechte winnaar. Hij had... Serkan's number gewoon, snap je? Dus ja. Als ik kijk naar jouw fight record en die van hem, ik vanochtend even zitten doornemen, had ik ze allebei naast me. Jullie winnen vaak op decision. Ja, klopt. En dan zat ik te kijken, hij is natuurlijk vaak en veelal 5 rondes gewend. Ja. Dus mijn aansluitende vraag is, heb jij tijdens je voorbereiding ook over stamina nagedacht? Ja, tuurlijk. Ik, zoals mijn trainer ook net zei, wij trainen altijd alsof we gewoon 5 rondes moeten vechten. Dus stamina is voor mij geen probleem. Weet je, wanneer iedereen denkt dat ik moe ben, zorg ik toch gewoon voor dat ik een extra batterij pak. Gas tank, ja. Om gewoon door te gaan. Dus voor mij stamina is geen probleem. En ik geloof ook, maakt niet uit hoe hard je traint, dat je altijd moe gaat worden. Inderdaad. Je had het over ronde 3. Ja. Wordt elke getrainde vechter, hoe hard je ook traint, zei jij, ronde 3 is cruciaal. Ook. Je ziet het ook in de meeste partijen ook gewoon. Je bent niet zo scherp, zo fris als de eerste ronde en de derde ronde. Je ziet altijd toch wel verschil in tempo, weet je. Maar ja, dat mentale stukje gaat dan erbij komen kijken. En dat gaat ook in de kampioensrondes. Dat mentale stukje. Zelf Rico Verhoeven, die een super goede conditie heeft. Die was ook super moe tegen Ben Sadiq in de derde ronde al. Ja. Maar ja, terwijl hij bekend staat als conditiebeest. Snap je wat ik bedoel? Maar je ziet toch, omdat hij zo mentaal sterk is, dat hij toch doorging. En dat is belangrijk, vooral in die 5 rondes, mentaal. Dus natuurlijk trainen we op stamina. Maar we trainen vooral ook op het mentale stukje.
wanneer je moe bent, dan pas moet je eroverheen. Want dan komt het aan op mentaliteit, hè? Precies, ja. En dan wordt je eigen hoofd wordt je grootste vijand, als precies, het ware. Ja, ja. Nou, dat zijn hele interessante dingen. Denk jij, want dat zegt iedereen, die zegt ook als je naar jouw cv kijkt... Is dit te vroeg of is dit precies op tijd voor jou? Precies op tijd. Ja. Precies op tijd. Ja, wat van mij is, is van mij, weet je. Het is niet zomaar op mijn pad gekomen. Ik heb hier ook hard voor moeten vechten, hard voor moeten trainen, hard voor moeten werken. Ik heb ook niet de minste namen verslagen, snap je? Ik ben... I didn't duck anybody. Dat is waar. Dus maakt niet uit wie Glory voor me wilde gooien. Ik heb gezegd ja. Weet je, dus het is gewoon mijn tijd. Mijn tijd om te schijnen en om de wereld graag ook te laten zien waar ik echt van gemaakt ben. Ja. Ik vroeg het net jouw coach ook. Misschien een aparte vraag, maar ik wil jou toch vragen wat hem nou zo goed maakt. Wat is, want Donovan Wisse is best wel, hij staat bekend als een goede vechter. Wat maakt hem dan zo speciaal? Ja, wat mijn coach ook net zei, hij kan alles, snap je? Hij kan alles. Hij kan goed trappen, kan goed stoten, combineren. Hij heeft alles een beetje, snap je? Hij heeft een beetje alles in huis. Maar ik geloof heilig in dat ik mentaal sterker ben. En dat gaat de verschil maken. Iedereen kan kickboksen op een bepaald niveau, snap je? Ik noem een gek voorbeeld. Je kan soms tegen een nieuweling sparren, waar je misschien 10 keer beter in bent qua techniek. Maar als die nieuweling blijft komen tot ronde 5, ga je moeite met die nieuweling hebben. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is zeker. Ja. Ja, dus om die vergelijking even te maken. Ja. Ja. Dus je zegt eigenlijk, ik respecteer hem, maar er is geen sprake van angst. Never. Want jij betichtte hem wel toen die Glory 89 niet kwam opdagen van... Ja. Niet bang zijn, Donovan, ik ben hier. Ik ben hier gewoon. Maar was dat om hem te triggeren of geloof je echt dat hij angst had? Ik denk ook dat hij toch wel dacht van... Hij had het misschien 4 of 5 weken van tevoren gehoord dat hij moest vechten. Ik denk dat hij best wel op een laag pitje trainde. Dat heb ik ook later ook gezien in een interview, dat hij best wel op een laag pitje trainde. Dus dat hij bezig was met zijn gala. Dus dat hij iets minder aan het trainen was. En het is toch wel iets als je tegen iemand moet vechten binnen 5 weken... die al in zijn wedstrijdritme is, die al om de 2 maanden vecht. Dat ga je niet zomaar aannemen. Vooral als je weet dat je 5 rondes lang moet vechten. Dus verder zeg ik niks, maar ik weet toch, ik geef jullie... Weet je toch? Ja, mooi om te zien. Het zou dom zijn als je ja zou zeggen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus Dus je meende het? Ja, ik meende het zeker. Ja. We weten dat de bussen vanuit Den Haag meegaan. Zeker. Komen er ook vliegtuigen vanuit Ghana? Nee, nog niet. Nog niet. Als ik champ ben, dan ik denk dat die fanbase nog meer gaat groeien. En hopelijk over een paar jaar komen ook gewoon... Mensen uit Ghana ook mij supporten. Maar ze zijn trots, hè, je familie zeker, daar. Zeker. Ze geven me veel love. Ze bidden voor me. En ik zie ook in hun dat ze gewoon graag willen dat ik win. En dat ze ook echt achter me staan. Dus goed. Juichen ze ook net zo hard voor Tariq Gebebes, omdat ze weten dat jij een teamgenoot bent van hem? Ja, zeker. Zeggen we, want ze zien, we trainen super vaak met elkaar. En dan vragen ze ook soms van, wie is die Marokkaanse jongen die... Ja, die tank. Dan leg ik hem uit en dan zeg ik, we zijn teamgenoten. Ja. En dan zeggen ze van, oké. we zijn ook voor hem. Dus dat is mooi. Ja. Mooi hoe dat zich dan verspreidt. Ja. Hij zei laatst, hij zegt, Tariq Gebebes, hij zegt, Jan Kaffa, Michael Bopea, jij zijn mijn broertjes. Ja. En hij vond het heel mooi dat jullie samen konden trainen in aanloop hier naartoe. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Is dat een plus of een min? Voor mij altijd plus. Ik denk dat ik ook vorige keer zei, als je moe bent... En je kijkt naar links en je hoort Tariq of Jan of wie dan ook die op dezelfde dag moet vechten, hoor je hem doorgaan. Dan denk je van nee man, ik kan niet stoppen. Weet je, dus het maakt je mentaal ook sterker. Ja, het motiveert. Het motiveert, ja. Het is toch, tuurlijk, mijn trainer geeft me ook heel veel motivatie. Maar ja, hij staat toch aan de kant af en toe met zijn koffietje. Weet je, maar ja, hun, die boys die met me moeten vechten, die incasseren de echte klappen. Precies, snap je? Dus het is voor mij echt een, het is voor mij lekker ook. Weet je, hij tilt mij op wanneer ik even niet kan. En
andersom ook. Wat leer je het meest van die gasten? Laten we zeggen Jan Kaffa. Wat neem jij van hem? Wat pik jij van hem af? Ja, Jan is iemand die heel houdt van druk zetten. Hij is gewoon echt een... Hij heeft een beuker. Hard hoofd. Hij is een beuker, beuker. Dus soms af en toe technieken die jij zeg maar dan doet, denk ik van, hé, die is een goeie, die ga ik pakken. Ik zeg het niet altijd tegen hem. Moet maar, je ook niet doen? Nee. Maar ja, ik pak af en toe gewoon kleine dingetjes van hun waar ze heel goed in zijn. Hetzelfde ook met Tarik, zeg maar. Ik was sowieso altijd al een drukkende vechter. Maar ik zie bepaalde dingetjes wat Tarik doet. Want hij is echt bekend als iemand die blijft doorgaan, weet je. Dus dan kijk ik naar zijn partijen en dan vraag ik hem van... Hé, maar waarom deed je dit op dat moment? En dan legt hij me uit en denkt van... Ah, oké, die ga ik van je afpakken. Snap je? En andersom, wat leren zij van je? Wat probeer jij hun van de Michael Boapea mee te geven? Ja, voor mij is het toch wel iets moeilijk. Ik ben toch wel, zeg maar, echt de jongste beetje van hun. Dus ik ben meer iemand die gewoon heel graag houdt van luisteren en van leren. Bent nog bescheiden. Jij bent de young kid aan de blak. Ik ben de young kid. Ik ben kompas kijken, snap je? Dus ik leer heel veel nog van hun. Ja, en misschien iets minder van mij. Of stiekem leren ze wel iets van mij, maar niet dat ik per se tegen hen zeg van... Yo, doe dit of doe dat. Ja. Je benoemt het net ook. Je zegt, ik ben net als Tank, Gbebes, net als Jan Kaffa, de Diamond... ben ik een drukkende vechter. Mm. Jouw coach gaf ook aan, wij komen om te knokken. Ja, zeker. This shit is real for us. Wij willen het publiek wat geven. Zeker. Kan jij hier ook echt beloven dat jij ook echt in het midden van die ring het gevecht gaat brengen? Ik kom hel brengen die dag. Ja. Echt. Als hij van mij moet winnen, gaat hij echt heel diep moeten gaan. Als hij mij niet neerhoudt, gaat hij echt 5 rondes diep met mij moeten gaan. En dat meen ik echt gewoon. Weet je, ik hou niet van trash talken of zomaar dingen zeggen en dan het niet doen. Maar als hij die dag van mij wil winnen, gaat hij echt heel diep moeten gaan. Ja, zeker. En dat meen ik ook gewoon echt. Ik geloof je als je zegt, jij bent niet echt specifiek van de trash talk, maar wel van de real talk. Ja, ik ben gewoon zeker met wat ik zeg, snap je? Maar ik mij zie niet domme dingen, rare dingen zeggen. Als ik iets zeg, dan meen ik het ook. En man. In die laatste dagen voor het gevecht, naast dat je Power Meals eet, om sterk te blijven, shout-out naar Power Meals. Shout-out naar Power Meals, man. Ja, ziet er lekker uit, man. Ja. Hun sponsor me ook sinds kort. En het is toch wel, als vechter zijn, dan moet je toch wel zeg maar alles afwegen. Je kan niet te veel van die kippen, je kan niet te veel van die rijst. Ben je aan eten? Hou je van snoep? Ik hou echt van lekker eten. Echt van lekker eten. Ik ben niet al te veel van de junkfood, maar een lekkere nasi of een, weet ik veel, pasta. Ja. Weet toch, dat soort dingen. Sushi. Ik hou er echt van. Ja, ik heb het de afgelopen paar weken niet echt. Is het alleen broccoli, kip, rijst voor jou? Ja, ik doe 6 dagen in de week doe ik echt strak, volgens schema. En dan zondag doe ik meestal een cheat meal. Dus dan mag het wel. Dus dat maakt toch af en toe op een doordeweekse dag, na een zware training, wil je jezelf toch soms even belonen met een koekje, maar dan weet je gewoon van nee, man. Zo lijkt jij mij ook niet. Je lijkt wel, je coach zei het ook, je bent... Gedreven, je bent fanatiek. Kost jou geen moeite om prof te zijn, hè? Nee. Ik hou er gewoon van. Ik het lijkt gewoon alsof dit voor mij gewoon is gemaakt. Ik hou echt gewoon van het kickboksen. Ik geniet van het sparren, ik geniet van het trainen. Niet elke training, maar 9 van de 10 keer geniet ik ook echt van. Je leeft echt een vechtersleven. Nee, als ik ook iemand ben die nooit alcohol drinkt. Dan, ik ben wel een keer in een club geweest of zo, maar dan zie ik iedereen zo losgaan, iedereen gezellig doen. Maar ik ben daar gewoon met mijn glaasje water. Ik kijk naar iedereen en denk ik gewoon van, oké, maar wat doe ik hier eigenlijk, weet je toch? Ja. Dus door dat ook ga ik ook bijna nooit uit. Af en toe pak ik een Amapiano feestje, weet je, een beetje dansen, maar ik ga eigenlijk nooit uit. En ook vooral dit jaar is het super druk geweest, ik moet om de 2 maanden vechten, dus je hebt daar ook bijna nergens, zeg maar, je hebt niks te zoeken. Want je weet dat je volgende dag weer vroeg op moet om te trainen, dus... Nee, zo kom jij ook over. Echt dedication. Ja. Jouw coach gaf het net ook aan. Wilson Boldewijn van de Telegraaf, die zei laatst in een gesprek met mij... Hij zegt, Michael Boapea is heel toegankelijk, benaderbaar, echt een prof. Jouw coach gaf aan, het kon af en toe ook wel een ettenbak zijn en... Ja. Sowieso hebben ze allebei denk ik wel een beetje gelijk, maar
Ben jij soms, kan je emotioneel zijn? Heb je ook een andere kant? Ja, zeker. Ik ben wel een emotionele jongen. Ik heb het wel sowieso de afgelopen jaren is het veel minder geweest. Maar ik denk dat het vooral is, zeg maar, soms met sparren of iets. Wanneer het even niet lekker loopt, dat ik heel emotioneel kan worden, snap je? Dat is het meer. Maar ik bedoel gewoon buitenwereld, gewoon op straat. Ik kan me altijd gewoon benaderen, checken. Ik ben gewoon chill. En humble. En humble, ja. En professioneel. Dat zijn wel termen die ik aan jou vastplak, inderdaad. Ja. En ik hoop inshallah dat je altijd zo zou blijven. Ja, moet. Zeker. We gaan langzaam afronden. Ik wil je van alles bevragen, maar ik weet, je bent druk. Je had voor ons nog een interview, je zal na ons nog een interview hebben. Ja, klopt. Is dit leuk voor jou, die interviews en die druk? Het kan ook zo energiezuigend zijn. Ja, kijk, wat ik net zeg, ik geniet hiervan. Ja. Want ik had ook gewoon 8 uurtjes lang weer kunnen werken bij mijn oude werk. Niet dat ik er niet van hield. Je oude werk is doodskisten maken. Doodskistenbedrijf, snap je? Maar dat vraagt pas heel veel energie, weet je? Dus tuurlijk, af en toe denk je ook van, ik had liever in mijn bed willen liggen. Maar ja, dan vergelijk die twee dingen met elkaar en dan denk je gewoon van, je kan niet klagen. Je leeft je droom, weet je? En dit hoort erbij. Dus ja. Ze zijn nog lang niet van je af. Nee, you are here to stay. I enjoy every moment. Ja, zeker. Voordat we weggaan, gaan we aan onze following in Ghana, gaan wij even een leuk woordje zeggen. Ja, toch. Dan kijken we samen in die lens. Voor iedere fight fan vanuit Ghana die Michael Boapea steunt, wat zeg je ze? Mijn Ghanese is niet zo goed, maar laten we het toch proberen. Ghana voor november, met feiten. Mickey Shaw zei, all support me because I will bring the belt home. Oosh. Champs talk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs talk, ouwe hoer is een rem op de klok. Champs talk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs talk.